staan hier op een zeedijk die in de jaren 80 versterkt is. Maar we hebben hier nog een oude kleidijk aan de zeekant zitten. En we zijn heel benieuwd van wat de sterkte is van die kleidijk in de algehele sterkte van de kering. En daar doen we nu onderzoek naar. Achter deze kering ligt ook nog een tweede kering. Samen vormt dit het project Dubbele Dijk. En een belangrijk punt is ook de reststerkte van de oude kleidijk hierin voor mocht de schade optreden aan de zeedijk. Ja, en dat moet je toch verifiëren. En ja, we hebben hier de ideale mogelijkheid om klei uit de dijk te steken. Omdat de provincie hier ook nog aan de gang gaat met de aanleg van een getijdenduiker. Dus toen waren het gewoon twee projecten die we elkaar gekoppeld hebben. We hebben te maken met klimaatverandering. We hebben te maken met droge zomers. En dat betekent dat we onze manier van dijken bouwen anders zouden moeten doen. Daarnaast zie je dat er ook een behoefte is naar meer duurzame dijkbouw, integrale ontwerpen. En dat gaat allemaal andere kennis vragen aan grond en grondgedrag voor de dijkbouw. En die kennis die zijn we hier aan het ontwikkelen en die gaan we straks hard nodig hebben. Voor Fugro is in het onderzoek heel belangrijk dat we hiermee ook de kennis opdoen hoe we proeven die we uitvoeren voor de toekomst ook efficiënter en beter kunnen maken. Bijvoorbeeld de borehole erosion test die we hier uitvoeren. Die is bedacht door professor Briot in Amerika 10 jaar geleden. Nu voor het eerst in Nederland. En wij denken dat we het voor de Nederlandse omstandigheden nog weer een tikkeltje slimmer kunnen maken. En de test hier geeft ons daar precies de goede inzichten voor. Bij de borehole erosie test zie je eigenlijk heel eenvoudig hoe het werkt met water en grond. Als water langs grond stroomt, dan slijt het weg. En als het te snel gaat, dan hou je heel weinig dijk over. En dat zijn we hier aan het testen. En dan met name om te kijken hoe erosiesterk de hele dijk is. Door een gat te boren in de oude dijkkern, oude kleikern vaak, en te kijken hoe sterk die is. Deltaris is op deze proeflocatie bezig om kleiblokken en grasblokken te steken. Dat zijn blokken van 2 bij 2 meter en 80 centimeter diep. Uit de kern, dan is het alleen een kleiblok. Of de bovenste laag, dat is het klei met gras erop. Hierna gaan de kleiblokken naar Deltaris. Daar hebben we de deltagoot. Dat is een hele grote goot. Die is 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 meter breed. Deze blokken die plaatsen we daar ook op een dijk. Dus we hebben daar een kunstmatige dijk gemaakt van 9 meter hoog. En in het vervolg gaan we een storm simuleren met golven en kijken hoe deze golven de grasmat en de klei eronder gaan wegeroderen. De kennis die we hier met dit project opdoen, die kunnen we gebruiken bij de beoordeling van dit project. En ook hebben we nog heel veel kilometers langs de noordkust van de Waddenzee die we moeten gaan versterken. En er zitten ook nog oude dijken in. En dus vraag in hoeverre misschien de kennis die we hier op doen, en vooral ook de onderzoeksmethodieken, we ook daar kunnen gebruiken. Om te kijken wat we daar nog aan extra sterkte in de kering zitten, waarvan we nu nog geen weet hebben. Fugro doet nog meer in dit onderzoek. Bijvoorbeeld denken mee met onze partners. Want we discussiëren uit. Daar krijgen we ook ideeën van voor onze eigen spullen en andersom ook. We denken ook mee met proefkuilonderzoek, wat ons ook veel informatie gaat opleveren over hoe de deklagen zich in de tijd hebben ontwikkeld van onze dijken. En we voeren ook geoscan uit om te kijken hoe je een uitgegraven dijk in 1 keer 3D heel goed kunt vastleggen en daar ook de geotechnische data aan kunt koppelen. Fugro wil in dit onderzoek graag bereiken dat de aandacht voor betere dijkbouw, beter gesteld staan tegen klimaateffecten en het begrijpen wat het nut is van betere grondkennis. Dat ook door alle partijen wordt getest en begrepen. Klei specifiek is heel belangrijk omdat het een mooie natuurlijke bouwstof is die ook circulair gebruikt kan worden. En er zijn nog best wel wat vragen over het gebruik van klei, ondanks dat we het heel lang gebruiken. We hebben bijvoorbeeld gezien dat klei waarvan we zeggen dat hij minder goed is, dat hij zich beter houdt in de deltagoot tegen golfaanval, dan klei waarvan we zeggen dat hij supergoed is. En dit soort vragen hopen we met dit onderzoek te beantwoorden. Het HVBP wil met dit onderzoek twee dingen eigenlijk bereiken. Aan de ene kant te weten te komen van wat de reststerkte is van de dijk waar we nu op staan. En aan de andere kant werken we toe naar een andere klassificatie van klei. Zodat we gerichter met klei wat beschikbaar is in de omgeving kunnen ontwerpen. En het zo kunnen gebruiken dat de dijken dat die wel erosiebestendig in voldoende mate blijven. Maar dan met klei die dichterbij verkrijgbaar is en die veel minder kost dan de klei die van veraf aangevoerd moet worden. Het onderzoek is geslaagd wanneer we deze beide resultaten die ik net noemde ook eruit krijgen.
Maar ook wanneer de resultaten, wanneer die omgezet worden in analyse- en rekeninginstrumenten, zodanig van dat ook andere waterschappen ze kunnen en willen gebruiken.